Dat ze boos zijn op de directeur van Nederland. En boos zijn de leraar van het basis- en voortgezet onderwijs in Nederland. Daarom verzamelen zij vanochtend op Haarlem Centraal om af te reizen naar Amsterdam om daar te demonstreren voor betere arbeidsvoorwaarden en meer geld. We zijn natuurlijk super blij met de dingen die erbij zijn gekomen, het geld wat erbij is gekomen. Maar het gaat ons vooral om structurele veranderingen en dat ja, uitgedrukt in geld, omdat we dat gewoon nodig hebben om ons werk goed te doen. En deze keer staken jullie maar liefst 2 dagen achter elkaar. Ja, dat klopt en dat is ook nodig, want we moeten echt door en we moeten echt laten zien dat we ertoe doen. En dat moet helaas ten koste gaan van 2 dagen geen onderwijs. Maar we staan hier achter en we weten dat dit uiteindelijk beter onderwijs gaat opleveren. In het Teylers Museum in Haarlem is het een drukte van je welste. Het museum opent namelijk gratis haar deuren en dat is handig voor ouders en leuk voor kinderen. Moet jij niet op school zijn? Nee, mijn juf en meester die zijn aan het staken. En wat vind je daarvan? Eigenlijk wel leuk, want ik kan lekker spelen, gamen. Ik kan lekker. Daarom ben ik namelijk hier. Ik vind ook wel dat. Het zijn ook mensen en ik vind. En dat ze ook weer meer rust mogen. In plaats van elke dag heel vroeg opstaan en een hele dag voor de klas staan. En dan nog laat thuiskomen. Een unicorn. Cake. In het aardvorm. Al is het een beetje lastig, bij de meeste ouders heerst er begrip voor de staking. In Zandvoort passen ouders gewoon op elkaars kinderen. En wat kun je dan beter doen dan een cake bakken? Is een dolle beestenboer in jouw huis? Ja, zeker. Ja, 5 meiden in plaats van 3. En dan de hele dag, dus dat is een lange dag. Ik vind dat ze echt moeten opkomen voor zichzelf. En ik vind ook dat hun beroep hoger gewaardeerd zou moeten worden. Ja, het is voor ons natuurlijk allemaal een beetje lastig. Gelukkig ben ik flexibel om het op te lossen. Maar ik snap dat het niet voor alle ouders zo is. Ja, ik loop mee met de mars. Ja. Ik vind eigenlijk dat we met alle ouders op de bres moeten gaan staan. Het is niet alleen iets wat leraren aangaat. We vinden allemaal dat dit ongelooflijk belangrijk is. Wat er nou, als er nou niks gebeurt de komende tijd? Wat gaat er dan gebeuren? Ik denk dat er dan weer een oproep wordt gedaan om weer verder te gaan staken. Oh!